We zijn nu achter de schermen bij eigenlijk de theaterzaal van Burger Show. Ja. Hey, Noelle hier, jullie videoranger. In een dierentuin heb je niet alleen verzorgers en dieren nodig, maar wat je ook nodig hebt, is een technische dienst. En ik ga vandaag met Dennis mee van de technische dienst, die vandaag best wel heel veel verschillende toffe klusjes heeft, waar ik mee mag kijken. Ik zie Dennis al aankomen lopen. Hi Dennis. Hallo. Hi. Kun jij heel kort vertellen wat er allemaal bij komt kijken bij de technische dienst? Ik ben voor de metaal verantwoordelijk. Ja. Dus ik doe de hekken maken, zeg maar, schuiven. We gaan zo dadelijk naar de kwallenbak. Daar heb ik een hek. Kwallenbak? In de mangrove. Oké, dat is in de mangrove. In de mangrove. Daar heb ik stalen paaltjes gemaakt. Die zijn oud geschilderd en er wordt een draad tussen. En de kwallen zitten er nog niet in? De kwallen zitten er nog niet in, nee. Dus eigenlijk als technische dienst zijn jullie super belangrijk, omdat jullie het verblijf klaarmaken voor de dieren, voordat ze erin gaan. Ja, dat klopt. Okay. Of als de dieren erin zitten, gaan we het verblijf klaarmaken, dat de dieren er niet uit kunnen. Oké. Ik stap de auto in van de technische dienst. En dan gaan we even spullen halen voor de kwallenbak die we nodig hebben. Spullen voor de kwallenbak, oké. En in één keer ben ik weer in de mangrove. En hier komen de kwallen. Hier komen de kwallen. Okay, en wat voor zijn dat dan dezelfde kwallen die we in de zee in Nederland zien? Volgens mij zijn het mangrove kwallen. Mangrove kwallen. Oké, dus dat zijn best wel exotische kwallen. Exotische kwallen, ja, die ook uit Belize komen. Wat ga je nu doen? Wat gebeurt er? Ik heb hier de hekken gemaakt, de paaltjes. En nu moet de staalkabel, deze hele persultjes, die moeten nog vastgeklemd worden. Zodat we de staalkabel op spanning kunnen maken. Ja. En dan kunnen we er een net overheen spannen. Dat de mensen niet meer met de handen in de kwallenbak kunnen komen. Precies. Als jij het net wil nemen, neem ik de persstang mee. En dan gaan we alles even klaarleggen binnen. Alright. Dit is het net van voor de kwallen. Toch? Ja, dat klopt. Het is een oud vissersnet is het. Oké, echt next level vloggen dit. Waar wil je deze hebben? Leg hem hier naar binnen maar neer. Oké, volgende klus. We gaan nu naar het spandoek in de speeltuin. Oké. Voor de musical. Ja, voor de musical. Wat gaan we doen bij het spandoek, Dennis? We gaan de spandoek even verder vastzetten met tie-rips. Oké. En tie-ripjes zijn een soort, hoe moet je het simpel? Ik heb ze hierbij, ik heb ze bij spandoek liggen. Oh, oké, dus kijken daar. Het spandoek is echt enorm, dus dat zie je langs de zijkant van de weg als je naar de dierentuin toe rijdt. En met de tie-raps gaan we nu het spandoek verder vastmaken. We zijn nu achter de schermen bij eigenlijk de theaterzaal van Burger Show. Ja. En binnenkort komt hier een musical over de desert met Zoe en Silos. En nu zijn ze eigenlijk al bezig met alles klaarmaken. Aan het voorbereiden. En jij als technische dienst moet hier wat doen. Ja, wij gaan hier tafeltjes weghalen. Want in alle stoelen zitten de tafeltjes verwerkt. En die gaan wij weghalen in verband met dat het afgebroken kan worden. Alright. Hey! Leuk om met jullie mee te lopen. Ja. En ik ga weer verder met de rest van de tafels. Dankjewel voor het laten zien. Ja, is goed. Succes met de andere 350 tafeltjes. Jongens, dit was de technische dienst. En dat is dus ook super belangrijk in een dierentuin. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Laat even weten over welk dier jij heel graag wat zou willen weten. Of überhaupt over de dierentuin hier in Burger Show. En dan zie ik je volgende week weer. Doei doei!